Na afloop van de verloren wedstrijd tegen Arnhem stortte een deel van de uittribune in. Het beton kon de feestende fans niet meer houden en begaf het. Vandaag wordt er gekeken hoe dit heeft kunnen gebeuren. Bij algemeen directeur Wilco van Schaik zit de schrik er goed in. De vraag is dan ook, welke stappen worden er nu ondernomen? Ja, en dan heb je natuurlijk het instorten van de tribune. Waarbij we als eerste heel blij zijn dat er geen gewonden zijn gevallen. Maar ja, we zullen nu moeten gaan kijken hoe dit heeft kunnen gebeuren. Nou, daar zijn we nu mee aan de slag. En natuurlijk hetgeen wat na afloop gebeurde, wat totaal niet bij NEC past. Is het nog veilig voor supporters om in het Goffertstadion te zitten? Nou, dat gaan we nu bekijken. Veiligheid gaat voor alles, onze supporters en businessclubleden. We hebben vanmorgen het eerste overleg gehad met alle betrokken partijen. Vanmiddag zit ik weer op het gemeentehuis. En dan zullen wij, ik hoop, einde dag wel naar buiten toe komen samen met de gemeente waar we goed mee samenwerken in deze uitdaging om te gaan vertellen hoe we dat aan gaan pakken. Hoe we dit gaan onderzoeken en dat we straks weer gaan zorgen dat als wij mensen hier toelaten dat ze veilig naar de Goffertstadion kunnen. Over hoe de tribune nu heeft kunnen instorten, laat nog de gemeente, nog de verantwoordelijke inspectie niks weten.